Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Bouterse aanwezig bij virtuele overdracht CARICOM-voorzitterschap. Staat onderwijsproces wederom aan de orde tijdens COVID-19-persconferentie. En COVID-19 niet veronachtzamen, maar elkaar attenderen. President Desiree Bouterse heeft op vrijdag 3 juli 2020 virtueel de ceremoniële overdracht van het CARICOM-voorzitterschap bijgewoond. De leiding van de Caribische gemeenschap is bij deze door premier Mia Amor Motley van Barbados overgedragen aan premier Ralph Gonsalves van St. Vincent en de Grenadines. Tijdens het proces dat via de videoconference plaatsvond, kwam het Surinaamse staatshoofd net als de overige regeringsleiders ook aan het woord. Vandaag, vrijdag 3 juli, hebben we de ceremoniële overdracht gehad van het voorzitterschap van CARICOM van Barbados naar St. Vincent en de Grenadines. Het is goed om te vermelden dat volgens het normale rotatieschema Suriname het voorzitterschap zou hebben van januari tot en met juli 2020. We hebben de prime-minister van Barbados bereid gevonden om dat op zich te nemen. En ze heeft ook Suriname daarvoor en president Bouterse daarover bedankt. Omdat Suriname dat heeft voorgesteld. En ze heeft dus in deze moeilijke tijd van COVID, heeft ze natuurlijk de regio op voortreffelijke wijze geleid. En voor Suriname is het ook natuurlijk bijzonder, omdat we vanaf morgen naast de Surinaamse vlag de CARICOM-vlag gaan hijsen. Als symbool van unity, van eenheid, van solidariteit en van regionale integratie. Natuurlijk gaan we het werk voortzetten als CARICOM. Nu met COVID hebben we wat uitdagingen om face-to-face elkaar te ontmoeten. We hebben gebruik gemaakt in de afgelopen tijd van virtuele meetings. We gaan natuurlijk gewoon voort met de virtuele meetings. De eerstvolgende vergadering, de officiële vergadering natuurlijk, is in september. Maar het laat niet weg dat als er een emergency meeting is, dat de CARICOM-voorzitter een emergency meeting bijeen gaat roepen, die we ook virtueel zullen kunnen bijwonen. Alle PM's die hebben gesproken, hebben ook benadrukt dat we familie zijn. Toch? De CARICOM is een very close-knit family. Dus de oproep is aan allen om gewoon de familie bijeen te houden. En natuurlijk hebben we als familie, zoals een van de PM's het zei, hebben de familie soms wel wat probleempjes met elkaar. Maar we gaan gezamenlijk voort, omdat we weten dat onze kracht is in de eenheid die we tentoon kunnen spreiden. En dat heeft ook PM Motley bewezen tijdens deze 6 maanden. I congratulate the Honorable Ralph Gonsalves with the assumption of the chairmanship of the Caribbean community, and I hereby pledge Suriname's continued support. Comrade Ralph, I am convinced that with your wealth of experience and your commitment to the region's well-being, you will lead the deliberations and decision-making on the many issues facing CARICOM in an excellent manner. As small countries, we can't afford to only pay lip service to the importance of solidarity and cooperation amidst a global crisis compounded by severe and unnecessary challenges
as a result of extra-regional unilateral actions. Therefore, it is fitting to thank the regional institutions like CARPA, SIDEMA, IMPACT, and PAHO for the efforts undertaken in support of the protection of our peoples. It is against the background of the same solidarity and partnership that many of our countries have approached Cuba, a fellow Caribbean country, to provide support in the face of this pandemic. And yet, despite this long-standing economic, financial, and trade embargo, the Cubans responded, understanding the humanitarian relevance. Concerning are the proposals of several lawmakers of the United States to initiate the Cut Profits to Cuba Regime Act that would allow the sanctions on countries working with Cuba on its medical program. As sovereign nations, we cannot allow anyone to determine our right to engage relations with whoever we so choose, and I therefore call on our community to take a firm stand against this unwanted interference against our sovereign interests. Dear colleagues, a basic tenet of democracies is the convening of the constitutionally prescribed elections. As a result of this democratic process, the transitioning to a new government is currently underway in Suriname. And I'm near the end of my tenure as President of the Republic of Suriname. Allow me to express my utmost appreciation and gratitude for the support received from CARICOM during my terms in office. Let me assure you, Chair, that Suriname remains committed to making a contribution towards functional cooperation, regional trade, youth and sport development, gender, culture, and integration. In particular, we would continue to champion the cause of youth development and involvement at all levels, since they will be responsible to carry on the torch, deepening our regional integration. In that regard, we continue to believe in the potential of the CARICOM enterprise and the contributions of Suriname in the area of food security. Solidarity and unity will be our strength as we shoulder on to achieving the single market and economy. In this same vein, I applaud the Barbados initiative and announce with great pleasure that as of tomorrow, July 4th, 2020, being CARICOM Day, the CARICOM flag will be hoisted at the Minister of Foreign Affairs and in the near future at all Surinamese diplomatic representations in the world. Inderdaad, een heel belangrijk is dat we die eenheid, die solidariteit die we altijd hebben gepropageerd met CARICOM, dat we het nu ook uitdragen. Natuurlijk hebben we het altijd uitgedragen met wanneer we praten, wanneer we statements hebben, maar dit is een symboliek van eenheid, van samen we horen bij elkaar, van saamhorigheid, van solidariteit. En dat gaan we nu verder uitdragen.
Binnen de samenleving bestaat enige verschil van mening omtrent het opstarten van het onderwijs aan de toets- en examenklassen op maandag 6 juli aanstaande. Dit besluit werd vorige week bekendgemaakt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De voortgang van dit proces is wederom aan de orde geweest tijdens de COVID-19 persconferentie van vrijdag 3 juli 2020. Op deze meeting heeft het ministerie de volgende verklaring gegeven. Met de bedoeling om vooral de ouders gerust te stellen. Er is heel veel gaande op sociale media, omdat mensen toch bezorgd zijn van, kunnen we dat nou wel doen, ons kind naar school laten gaan? Nou, je hebt net de kinderarts gehoord, de specialist. En ik kan u verzekeren als minister van Onderwijs dat de teams van het ministerie, en dat zijn de directeuren, de schoolleiders, de leerkrachten, de interieurverzorgers, mensen die bezig zijn met transport, die hebben echt alles gedaan om de voorbereidingen te treffen dat het protocol op de scholen nageleefd kan worden. Dus wanneer we zeggen 6 juli gaan de scholen open, en nogmaals, alleen voor de kinderen die examen doen. Het gaat dus om een veel kleinere groep, zodat we de klassen van eigenlijk de hele school zodanig hebben ingericht, en ze hebben het echt gemeten, dat er per klas, moet je voorstellen, normaliter zitten er 30 tot 40 kinderen in de klas, en nu zal het zijn maximaal 12, 13. Nog dichterbij, ja. Dus de klassenindeling, ja, die is behoorlijk aangepast, zodat de afstand ook gegarandeerd kan worden. Maar het is dus erg belangrijk dat die kinderen ook van huis uit goed begeleid worden. Want alles staat of valt met het naleven van de hygiënemaatregelen. Handen wassen, ontsmetten, mondbedekking, zodat het eigenlijk een soort automatisme wordt voor de kinderen. Het is niet, COVID gaat voorlopig niet weg. Dus we moeten ons aanpassen en kinderen zullen zich dus ook moeten aanpassen. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn dat je regelmatig je handen wast, dat je niet van elkaar gaat drinken uit je fles, etc. Dus nogmaals, u hebt ook net de kinderarts gehoord. De kinderen kunnen naar school. De schooltijd is iets aangepast van 8 tot 12. Ze zullen zoveel mogelijk, alle lokalen die zijn trouwens, als de scholen zijn gebouwd op tropisch, dus de ventilatie, die is eigenlijk gegarandeerd op de meeste plekken. En dan is er één pauze waarbij ze toch wel even ook dat mondkapje af kunnen doen. Maar ik raad de ouders aan, want dat mondkapje is echt even wennen. Ik moet er zelf ook aan wennen. Om een beetje te oefenen met die kinderen thuis. En om vooral ook de kinderen uit te leggen waarom het nodig is. Het is niet eens zozeer voor je eigen bescherming, maar voor bescherming van de ander. Dus kinderen moeten precies weten waarom. Waarom moet je handen wassen? Met zeep. Om die bacteriën te doden. Dat soort dingen moeten kinderen weten en dan gaan ze het ook vanzelf doen. Een aantal leerkrachten, of veel leerkrachten, zijn al vertrokken naar hun standplaats. Ik heb vragen gehad van kapiteins van de dorpen. Ja, maar kunnen die mensen nu in het dorp komen? U weet, bepaalde dorpen zijn afgesloten. En het COVID-team heeft dus aangegeven, als de mensen geen griepverschijnselen hebben, geen ziekteverschijnselen,
dan kunnen ze en voor de zekerheid enkele dagen in quarantaine, maximaal een week, in quarantaine in het dorp. Maar wat we dus nu hebben gezien, de voorbereiding, alles is op schema. Waarom is dit nu belangrijk? De toetsen voor de GLO, die zullen zijn in de eerste week van augustus. Voor VOS beginnen we, dacht ik, 27 juli. En VOJ is ook begin augustus. Maar, hallo, we zijn vanaf half maart nu naar school gegaan. Dus de kinderen moeten ook weer in dat schoolritme komen. En daarom is deze maand, van 6 juli tot eind juli, heel erg belangrijk om de kinderen weer eigenlijk de kans te geven om de stof van eerste en tweede kwartaal te herhalen, om er weer goed in te komen, zodat wanneer ze die toets gaan doen, begin augustus, ze ready zijn. Het examen is ook aangepast, omdat niet alle kinderen inderdaad bereikt zijn met afstandonderwijs, maar we toch alle kinderen een zo goed mogelijke kans moeten geven, hebben we de examenstof eigenlijk gereduceerd tot wat in de eerste twee kwartalen behandeld is. En we hebben het samengevat tot de kernvakken. De vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, die leervakken gaan we dus niet doen. Het gaat echt om de kernzaken die de kinderen moeten hebben voordat ze door kunnen stromen naar een hoger type onderwijs. Ook de examens van VOJ-leerlingen en VOS-leerlingen zijn voor een deel aangepast. VOJ, ik krijg een vraag hier over mondeling examen. Kinderen hebben geen tijd om boeken te lezen. De bibliotheken zijn gesloten. Maar lieve studenten, we moeten niet wachten tot laatste ogenblik. Het moment dat je weet, en dat was vorig jaar, oktober, je zit in de examenklas, weet je ook dat je gaat moeten lezen. Maar toch zijn we jullie tegemoet gekomen en we hebben gezegd, in plaats van 5 hoef je maar 1 boek te lezen. We weten dat enkele politici positief getest zijn. Onze gebeden gaan naar hun. En we hopen dat wij heel gauw mogen horen dat zij hersteld zijn. Allen die met de personen in contact zijn gekomen, u weet, u moet gelijk gaan in afzondering, in quarantaine. Gaat u alvast in zelfquarantaine in afwachting totdat u hoort van BOG wat de volgende stappen zijn. Ik moet u ook aangeven, en onthoudt u dit even, straks gaat u het wel zien ook op het scherm en u gaat het ook kunnen nalezen op onze COVID-website. Alle personen die vanaf 20 juli jongsleden in contact zijn geweest met de politici, en dus de mensen die onlangs positief zijn getest, kunnen worden verzocht om middels sms of een WhatsApp bericht dit door te geven op de volgende telefoonnummers. Ik denk dat het op onze screen is 8133270 of 7238840. Welke informatie geeft u door? Uw naam, geboortedatum, uw woonadres, telefoonnummer. En u geeft ook aan met welke politicus of politici u in contact bent geweest. En wanneer dit contact heeft plaatsgevonden. Al die informatie gaan wij dus dan vastleggen en dan doorsturen naar de medici. En als het nodig is dat u wordt gecontact, gaan wij dat doen. Dus wij gaan ook helpen met de contacttracing om dus de medici de gelegenheid te geven goed na te gaan hoe, als er een mogelijke verspreiding is, of dan wie in contact geweest is en wie dan verder behandeld moet worden, dan wel getest moet worden.
als u in afzondering bent, in quarantaine bent, volgt u uw toestand als u zich niet lekker voelt of symptomen vertoont. Aarzelt u niet, maar maakt u gelijk contact op met de autoriteiten. U kunt ook, behalve deze twee nummers, heeft u ook 178 en 144 om bijzonderheden door te geven. Vandaag hebben wij enkele gesprekken gehad. We hebben gesproken met casinohouders. Bij dit gesprek waren aanwezig virtueel de minister van Handel en Industrie, de Gaming Board, het ministerie van Volksgezondheid en DC Nerkes. Zij hebben de protocollen besproken en de monitoring van hoe het verder om zal gaan in de casino's. Dat zal plaatsvinden door DC Nerkes of de DC en de Gaming Board. We wachten dus nu op nadere bijzonderheden. U weet dat wij de samenspoeling nu hebben geplaatst op 5 personen. Wij werken het verder uit en brengen ons advies uit aan de president. En we hopen nog dit weekend te horen als daar een verandering in komt. Er is ook een gesprek geweest vandaag met de verschillende religieuze organisaties in ons land. De verschillende religieuze leiders hebben weer eens hun bezorgdheid geuit voor het feit dat wij weinig aandacht of geen aandacht hebben besteed aan de gevoelens van de mens. Om juist in zo'n crisisperiode de gelegenheid te krijgen hun religie ten volle uit te oefenen. En natuurlijk ook het gevoel van waarborging, het gevoel van bemoediging te hebben. We weten dat wij er heel veel aandacht aan besteden om bij elkaar te zijn. En om zo dan dus onze religie te beoefenen. Ik zou vanuit mijn achtergrond zeggen dat wij de gelegenheid moeten hebben om onze Heer en Heiland aan te roepen. Dat hebben wij dus met elkaar nader besproken. We hebben gekeken naar de maatregelen om dus dan weer ten volle de religieuze activiteiten te kunnen uitoefenen. We hebben gesproken over social distancing, op welke wijze men in de gebedshuizen kan gaan. En toegegeven, ook de religieuze groeperingen hebben al nagedacht om op een goede verantwoorde wijze deze bijeenkomsten weer te doen starten. Dispensatiebrieven geven wij dus ook nog verder af aan de verschillende religieuze leiders. En daar hoort u dus dan nog meer. Ook voor deze groep geldt natuurlijk informatie over de samenscholingen. Informatie over de partiële lockdown, de tijden. En zij willen natuurlijk ook wel weten hoe het zal staan met de grootte van hun activiteiten de komende periode. Een andere bespreking die we vandaag ook hebben gehad is de meeting met de transportsector en deze openbaar transport. We hebben gesproken met het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, de Organisatie van Bushouders in Suriname, OBS. We hebben gesproken met de particuliere lijn Bushoudersorganisatie PLO en de Vereniging voor Ontwikkeling Surinaams Openbaar Vervoer, FOSOS. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van OWT en het ministerie van Volksgezondheid aanwezig. We hebben gesproken over protocollen, hoe openbaar transport weer te doen laten plaatsvinden. Ook hierbij zijn wij aangenaam verrast en ik blijf het benadrukken, ik stel het zeer op prijs dat de burgerij zelf komt met initiatieven, dat elke sector zelf komt met initiatieven om ons klaar te maken om terug te gaan naar een periode waarbij we kunnen leven met COVID. En zo hebben ook deze verenigingen nagedacht. De protocollen zijn vastgesteld. We zijn waren er echt snel over eens dat deze protocollen de beste zijn om mee te starten.
U krijgt de presentatie straks vanuit een vertegenwoordiging vanuit het openbaar transport. Belangrijk voor onze zijde is dat u dit hoort. Wij gaan de komende dagen meer aandacht hier aan geven om u meer te informeren. Dat betekent ook dat zij aanstaande maandag niet beginnen te rijden, omdat er nog een paar afspraken gemaakt moeten worden met het ministerie van OV. Dat zijn allemaal financiële aangelegenheden, bestuurlijke zaken, die ik dan laat voor het ministerie en de lijnbusorganisaties. Daar komen ze wel uit. Maar waarvoor wij ons klaar gaan maken als samenleving, het moment dat de bussen weer gaan rijden, dat wij weten hoe dat zal gebeuren. En daar gaan we ons dus de komende dagen voor klaarmaken en gaan de lijnbusorganisaties ook assisteren om genoegzaam informatie te delen, niet alleen met hun leden, maar dat wij ook als NCMT gaan helpen om de samenleving verder te informeren. Het is een bijzondere eer voor ons als organisatie, Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, dat wij vandaag via uw persconferentie de COVID-19 protocollen voor ons openbaar vervoer Suriname mogen mededelen met de gemeenschap. U weet, protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer van Suriname. De aanleiding hiertoe is geweest dat de huidige pandemieuitbraak vereist ons ondernemers vanuit de transportsector, waarvan openbaar vervoer zeker als een onmisbaar werkarm gezien mag worden, naar de Surinaamse gemeenschap toe de nodige protocollen te gaan ontwikkelen voor het kunnen hervatten van onze transportdiensten. Doel: het protocol gaat in op het hoe het gaat werken als een openbaar vervoer reis wordt gemaakt en welke maatregelen getroffen worden voor een veilige reis voor reizigers en openbaar vervoer medewerkers. Wat mogen reiziger en medewerkers van elkaar verwachten? Hoe moet iedereen zich gedragen en welke maatregelen worden bij de instap- en uitstaplocaties getroffen? Met het protocol is voor vervoerders, openbaar vervoermedewerkers, reizigers en maatschappelijke partijen duidelijk hoe en onder welke voorwaarden mensen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Daarbij staat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en reizigers voorop. De openbaar vervoer is een te belangrijk sector met veel regionale verschillen. In dit protocol worden de algemene principes van de WHO, richtlijnen en gewenste maatregelen vanuit de sector uitgewerkt. We gaan beginnen met de richtlijnen voor de buschauffeurs. Verplicht mondkap tijdens de rit. Houd de bus schoon na elke rit, voorbeeld geen gebruikte mondkapjes op de vloer. Desinfecteer bij elke schoonmaak plekken die vaak aangeraakt worden, zoals chauffeurstoel en stuur, dashboard, de passagiersingang, handgrepen, leuningen. Houd de ventilatie in de bus optimaal. Achterzitplaats en naast de chauffeurstoel binnen de afstand van 1,5 meter tot de chauffeur mogen niet gebruikt worden. Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden. Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met een waarschuwingslint, zodanig dat de afstand met de chauffeur 1,5 meter bedraagt. De richtlijnen moeten gedeeld worden op posters en flyers bij de ingang van de bussen. Passagiers moeten vooraf uitleg krijgen over het instappen en uitstappen. Het moet duidelijk zijn dat de chauffeur bepaalt wat mag en niet mag. Bij de schoonmaak van de bussen verplicht handschoen dragen. Tijdens de regen is instap van passagiers niet toegestaan, maar uitstap van passagiers wel. Handsanitizers bij de ingang is vereist bij elke bussen. En we gaan vervolgens verder naar de richtlijnen naar onze passagiers toe. Verplicht mondkap tijdens de rit. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen heeft. Houdt u aan de regels wat door de chauffeur is medegedeeld. Indien een passagier weigert de COVID-19 protocollen te volgen, dan kan de chauffeur de toegang verbieden. Bij instap en uitstap, stap in, stap voets, stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit. Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de WHO geadviseerde afstand van elkaar te houden. Loop bij het instappen zoveel mogelijk door en ga dan pas zitten. Laat geen afval achter in de bus,
voorbeeld gebruikte mondkapjes en handschoenen, laat bij het uitstappen van de passagiers die het dichtst bij de ingang-uitgang zitten het eerste uitstappen. En we hebben gesproken over de concrete richtlijnen naar de buschauffeurs en de passagiers. Maar het is ook van belang dat er algemene richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, dat er daaraan ook is gedacht. Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk verspreid over de dag. Draag mondkapjes en geef elkaar de ruimte. Neem extra tijd zodat u bij een drukke bushalte kunt wachten op een volgende bus. Was vaker de handen. Hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand op eindhaltes. Volg de instructies voor het in- en uitstappen. Bij een kwetsbare gezondheid kan reizen met het openbaar vervoer extra risico's met zich meebrengen. Het is dan soms beter het openbaar vervoer te vermijden en alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. Probeer drukte te vermijden, zoveel mogelijk buiten de spitsuren te reizen en probeer elkaar steeds ruimte te geven. Als organisatie hebben wij ook een aantal aanbevelingen naar het COVID-managementteam en naar de regering toe van Suriname. Centrale meldpunt voor klachten, boete bij de wet vaststellen vanaf SRD 1000 voor het niet dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. In de afgelopen dagen is bekend geworden dat enkele politieke leiders besmet zijn geraakt met het COVID-19 coronavirus. Aan deze politici en ook de overige personen die getroffen zijn door het virus wordt een spoedig herstel toegewenst. Locaties waar de politieke leiders zich hebben bevonden zijn intussen ontsmet, terwijl ook hun contacten worden nagegaan of reeds in beeld zijn gebracht. Vooralsnog is onduidelijk hoe de besmettingen hebben plaatsgevonden, hetgeen ertoe noopt dat wij ons meer dan voorheen aan de hygiënevoorschriften houden. De realiteit van COVID-19 vraagt ook dat wij elkaar erop attenderen ons te houden aan de maatregelen. Het veronachtzamen hiervan kan gevolgen hebben voor onszelf en onze naasten. Laten wij het beschermen van onszelf tegen het virus ons eigen maken, zonder daarbij angst te creëren. Angst, paniek en vals nieuws zaaien zorgt voor een negatief effect en argwaan zonder reden. Het gaat om een nieuwe omstandigheid die aanpassing van onze leefgewoonten vereist. Houdt u er daarom rekening mee dat COVID-19 overal aanwezig kan zijn. Let wel, de hygiënemaatregelen opvolgen is niet om anderen onaangenaam te zijn, maar om verspreiding tegen te gaan. En dat was Focus. Onthoud, was en ons met uw handen na elke handeling, houd u de sociale afstand van 2 meter en draag altijd uw mond- en neusmasker. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.